Het is dus heel moeilijk om je bewust te zijn buiten die bubbel. Maar dat is juist wat journalisten moeten doen. Ja, precies. Dus kijk verder dan je neus lang is. Dat mag je verwachten. En verder is het ook echt absoluut belangrijk dat een redactie in zekere mate ook een beetje representatief is voor de bevolking waar ze over schrijft. Anders gaat dat nooit lukken. We hadden het er natuurlijk ook al over in Stand.nl. Het leven wordt voor veel mensen steeds duurder of vrijwel onbetaalbaar. Dit onder meer natuurlijk door de torenhoge energieprijzen en de stijgende boodschappenprijzen. Journalisten maken daar verhalen over, dat is logisch. Maar ze behoren zelf vaak niet tot de groep die touwtjes lastig aan elkaar kan knopen. En dit wordt kort ook even aangestipt in Nieuwsuur gisteravond. Als het echt om duizenden euro's gaat, nou, voor mensen met wat hogere inkomens zoals u en ik is het waarschijnlijk prima te doen. Maar als je ieder dubbeltje op moet draaien, dat is iets waar je niet aan wil denken. Ja, we hoorden hier Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, in gesprek met presentator Jeroen Wollaars. Geldt eigenlijk ook wel, eerlijk is eerlijk, ook voor de redactie die hier aan de slag is. En voor, ik denk ook wel de redactie van de Volkskrant. Je maakt verhalen over een groep waar je per se niet zelf dagelijks mee te maken hebt, Angela. Is dat eigenlijk een probleem dat journalisten vaak niet tot de groep behoren die het financieel lastig heeft? Nou, maakt dat uit? Bij ons op de redactie is ook niet iedereen boer. En daar, of ook niet de verslaggever die erover schrijft over dat probleem. Sommigen komen wel van het boerenerf. Uh-huh. Maar volgens mij is het gewoon je taak als journalist om mensen te zoeken die het betreft. Ja. De mensen die daar echt middenin zitten. En jullie hadden dit Nieuwsuur-fragment uitgekozen omdat jullie die daarin misten. Mm-hmm. Het enige wat ik kan zeggen, misschien waren ze hier niet, maar ik heb ze de afgelopen periode echt wel heel veel gezien, ook aan talkshowtafels. Dat viel me echt op, dat er toch heel vaak gezocht wordt naar mensen die het wel echt aan de lijf. Het zijn wel vaak dezelfde gezichten. Het moeten natuurlijk mensen zijn die een beetje leuk kunnen vertellen en die makkelijk uit hun woorden komen. Maar van de week zat erbij opeen nog een dame die een baan heeft en niet meer rond kan komen. Ja. Hadja, heb jij zelf eens gemerkt hoe lastig het is om een verhaal te maken dat door de redactie niet, waar ze niet dagelijks zelf mee te maken hebben? Maar is dat belangrijk? Zeker, maar ik denk dat het probleem eigenlijk precies andersom is. Ik denk niet dat het probleem is dat journalisten verhalen maken over groepen waar ze zelf niet toe behoren. Mm-hmm. Ik denk dat ze vaak die verhalen van groepen waar ze zelf niet toe behoren heel vaak niet vinden. Of als ze ermee geconfronteerd worden, niet herkennen als relevant. Ja. Dus iets moet vaak in je eigen bubbel echt aan de lijf ondervonden worden door iemand die je kent, voordat het op een redactie en ook door meerdere mensen, voordat het op een redactie relevant gevonden wordt. Maar dat is toch waar we het over hebben nu? Dat redacties die dat het niet in hun belevingswereld zit. Maar ik denk dat dat het probleem is. En dat er dus manieren. Mm-hmm. Ja. Ik werk ook als stratege en ik adviseer redacties om dan bijvoorbeeld een bestand te maken van bronnen waar ze zelf actief verhalen gaan zoeken, in plaats van alleen maar in die redactievergadering te praten over, bij wijze van spreken, wat jou zelf is opgevallen. Want het is dus heel moeilijk om je bewust te zijn buiten die bubbel. Maar dat is juist wat journalisten moeten doen. Ja, precies. Kijk verder dan je neus lang is. Dat mag je verwachten. En verder is het ook echt absoluut belangrijk dat een redactie in zekere mate ook een beetje representatief is voor de bevolking waar ze over schrijft. Anders gaat dat nooit lukken. Dat is natuurlijk een klassiek thema. Ja, maar wat ik zelf wel heb gemerkt bijvoorbeeld, wat ik heel frappant vond, is dat ik als ik dan redacties adviseer bij het ontwikkelen van nieuw talent, dat ze totaal niet beseffen dat deze mensen niet 5 dagen per week kunnen werken voor €150... als hun ouders dat niet voor ze fixen en ze niet een mooi appartement hebben in Amsterdam waar ze 7 uur op de redactie kunnen zijn. Dus dat soort dingen, of de relevantie bewijzen op een redactie die, ik heb een keer een probleem gemaakt of een verhaal gemaakt bij de Groene Amsterdammer over problemen onder millennials die geen woning meer kunnen vinden en hun rekeningen niet meer kunnen betalen. En dat werd eigenlijk pas relevant gevonden toen de kinderen van de van de redacteuren dat zelf ook gingen meemaken. Ja, zo werkt het en jij zou anders mogen verwachten van de journalistiek. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.